De titel van mijn column van deze week is Referendum. Het college van Nijmegen gaat haast maken met het ontwikkelen van het valkhofkwartier tot een toeristische hotspot van Jewelste, waarvoor men straks van heinde en verre in de rij zal staan. Het is toch niet te geloven? Een paar dagen na het afblazen van de donjon, met veel bombardie aankondigen dat het daar nu echt gaat gebeuren qua toeristische trekpleister. Als dat door de initiatiefnemers van de donjon als een onbehoorlijke trap na wordt beschouwd, kan ik ze geen ongelijk geven. Als klap op de vuurpijl kwam er ook nog een wel heel aparte aap uit de mouw. Het college wil dat de stichting Donjon ogenblikkelijk wordt opgeheven. Daarmee feitelijk zeggend dat ze die lui voor geen meter vertrouwen. Voor je het weet, komen ze over een tijd terug met een nieuw plan. Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Alsof dat stichtingsbestuur uit een stijl maloten bestaat, dacht het van niet. Ze snappen drommels goed dat het over en uit is met de donjon. Maar het college moet drommels goed weten dat het college niet gaat over het opheffen van een stichting. Daar gaat alleen het stichtingsbestuur over en niemand anders. En ik voeg er aan toe, dat er vooral geen oneigenlijke argumenten gebruikt mogen worden om een stichting te dwingen zich op te heffen. Misschien wil de stichting nog wel een boek of een documentaire maken over het hele proces. Een musical zou ook zomaar kunnen. Er is stof genoeg voor een avondvullend spektakel. Ik zie het decor over de volle breedte van de vereniging al voor me. En als dat met eigen geld van de stichting gefinancierd kan worden, is dat een mooi voorbeeld van een cultureel particulier initiatief in tijden van een terugtrekkende overheid. Maar mijn broek zakte helemaal af toen ik hoorde wat Noël Vergunst verklaarde bij de presentatie van de nieuwste plannen voor het deel van het waalfront waar het honigcomplex staat. We streven ernaar om ook de honigtoren te behouden, zei hij. Of de bestaande silo behouden kan worden of dat we die opnieuw opbouwen, moeten we nog bestuderen. Dat is toch een godspe van je welste. Blaast hij bijna persoonlijk na twaalf jaar de discussie de herbouwen van een gesloopte toren af, gaat hij twee dagen later doodleuk in het waalfrond eenzelfde discussie starten over een andere toren. Ik zie het al helemaal voor me. De Honigtoren afbreken en dan opnieuw opbouwen. Mag ik dan zo vast enige kritische vragen stellen? Is al nagedacht of het te gebruiken bouwmateriaal en kleurgebruik wel recht doet aan het historische karakter van de oorspronkelijke honigtoren? En hoe diep gaat de fundering van die neptoren? Er zitten daar veel Romeinse resten in de grond. Vraag maar aan de Rijksdienst, die kan er alles over vertellen. En wat vinden de Commissie Beeldkwaliteit en de Omgevingsdienst hiervan? Ook niet geheel onbelangrijk. Als het gaat om terugbouwen van een toren die zij niet zien zitten. Misschien een referendum?